Welkom terug bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 7 van The Bad Batch, Battle Scars. En in deze aflevering beginnen we eindelijk wat progressie te maken op bepaalde verhaallijnen waarvan we al een tijdje weten dat ze eraan zaten te komen. Want we beginnen de aflevering dus met The Bad Batch nog steeds bij Sid, maar ze krijgen daar bezoek van Captain Rex. En daarmee komt dus ook de bevestiging dat Rafa en Trace in de vorige aflevering aan het bellen waren met Rex. En Rex valt dan gelijk op dat Wrecker nog steeds last heeft van hoofdpijn en die begint dus de connectie te leggen met de inhibitor chips. Dus het plot van deze aflevering is dus eigenlijk dat ze samen naar een Jedi schip toe gaan, zodat ze daar met speciale technologie die chips uit hun hoofd kunnen halen. Terwijl ze onderweg daar naartoe zijn, vechten ze op een gegeven moment ook nog met een soort tentakelmonster. En dat deed me een beetje denken aan de Red Tars uit The Force Awakens, of misschien wel aan Borg Gullet uit Rogue One. Maar het belangrijkste van deze aflevering en hetgene wat je het meeste bij zal staan, is natuurlijk het moment wanneer Wrecker zijn controle verliest. Helemaal omdat ze in de vorige aflevering ook best wel goed hun best hebben gedaan om die relatie tussen Wrecker en Omega als een soort grote broer en zusje op te bouwen. En wanneer Wrecker dus achter haar aankomt, is het bijna een soort horrorfilm. Het deed me heel erg denken aan Friday the 13th of Halloween, wanneer Wrecker dus eigenlijk een soort grote slasher is en Omega de final girl. Maar net voordat Wrecker Omega iets kan aandoen, weet Rex hem dus te stunnen met zijn blaster. En kunnen ze allemaal dus succesvol hun operatie doen om die inhibitor chips eruit te halen. En Rex probeert ze dus ook nog mee te nemen naar wat het begin zal zijn van de Rebellion, of dat hij probeert in ieder geval nog vast te houden aan de oude Republic. Maar ja, de Bad Batch is nu dus bezig met hun mercenary werk en ze staan nog in de schulden bij Sid en ze hebben dus nog wel het een en ander daar te doen voordat ze misschien eventueel zich ook aansluiten bij de Rebellion. En dan hebben we nog een soort van cliffhanger richting het einde, wanneer dus een paar van die slave traders of scrap traders of wie het ook precies waren, die we ook al eerder in de aflevering zagen, met hun verrekijker dus Rex en Hunter weten te spotten en die roepen dus de Empire erbij. Dus waarschijnlijk krijgen we in de volgende aflevering te zien dat de Empire achter ze aan zit. Maar ja, dit was dus wel het soort aflevering waar ik al een tijdje op zat te wachten voor de Bad Batch. Eentje die echt gewoon aanvoelde als deel van het grotere geheel en die dus de main verhaallijn naar voren duwt. En het was daarbij ook heel cool om Rex weer te zien en het voelde ook wel alsof Rex een oude vriend was van de Bad Batch. Tot zover ik weet hebben ze natuurlijk wel eventjes samengewerkt in die arc die we hebben gezien in de Clone Wars, maar misschien dat ze elkaar al daarvoor kenden, dat weet ik even niet meer zeker. Maar ja, laat me weten wat jullie vonden van deze aflevering van de Bad Batch. Laat me jullie theorieën weten voor de volgende. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.